Hallo allemaal, ik ben Otto Ome. Vele laptop- en desktopcomputers hebben tegenwoordig een webcam. Hoe controleer je of je niet begluurd wordt door je eigen webcam? In dit filmpje leg ik je uit hoe je dit controleert met het Microsoft-programma Process Explorer. De link naar dit programma vind je ook in de beschrijving onder mijn filmpje. De eerste stap. Zoek de naam op van de webcam op je computer. Deze informatie is te vinden in Apparaatbeheer. Je klikt op de Windows-toets en tegelijkertijd de X. Je selecteert Apparaatbeheer. Je selecteert de folder Beeldapparaten. In mijn geval selecteer je de webcam Logitech HD Pro Webcam C920. Rechtermuisklik en je klikt op Eigenschappen. Daarna selecteer je de tab Details. En hier zie je een keuzemenu, Eigenschap. En daar ga je op zoek naar naam van fysiek apparaat object. In mijn geval is dat /device/6x052. Klik op de naam en kopieer deze met Ctrl-C of rechtermuisklik en kopiëren. Tweede stap. Als dit nog niet gedaan is. Download de zipfile met het programma Process Explorer, pak deze zipfile uit en start het programma processx64.exe voor een 64-bit computer. Als je geen 64-bit computer hebt, start je programma processx.exe zonder de 64. processx64 is een standalone programma, het start direct op en installeert niets. Dubbelklik. Ik ga naar het menu Find. Ik selecteer daar Find Handle or DLL. Ik kopieer daar de naam van mijn webcam in en ik klik op Search. Dit kan een minuutje duren. Je krijgt nu een lijstje van programma's die je webcam op dit moment aansturen. Dus geen historiek. Dus nu zie je hier alleen Camera Helper Shell Exe. Om dit te bewijzen dat dit een lijstje is van programma's die je webcam op dit moment aansturen, ga ik een ander programma dat mijn webcam aanstuurt opstarten. Ik moet wel dus Process Explorer terug sluiten. Ik ga mijn Logitech webcam software opstarten. Snel vastleggen. En hier zie je mij. Ik ga mijn Process Explorer opstarten. Ik ga terug naar Find, Find Handle. Ik kopieer daar de naam van mijn webcam in en ik doe Search. En hier zie je dat er een programma bijgekomen is, Launcher Main Exe. Klik nu op het resultaat, een van deze resultaten, Launcher Main Exe. En hier zie je het programma. Rechtermuisklik en ik klik op Properties en zo kan je uitvinden wie de uitgever is van dit programma. In dit geval Logitech Incorporated. Gaan we de andere doen, Camera Helper. Rechtermuisklik, Properties en is natuurlijk ook van Logitech. Logitech is natuurlijk een goed programma en stuurt mijn webcam op dit moment aan. Wat nu als je de naam niet kent? Als dit helemaal onbekend is voor jou, dan kan je die naam nog altijd opzoeken in Google. Is het slecht nieuws? Dan selecteer je het programma, rechtermuis, rechtermuisklik en je klikt op Kill Process. Daarna zoek je natuurlijk het programma op en verwijder je het van je computer. De derde stap. Hoe verwijder je een programma van je computer? Ga naar het Windows menu. Type of zoek configuratiescherm, selecteer, klik op een programma verwijderen, selecteer het programma, stel nu dat Logitech een slecht programma is, een spionprogramma, dan selecteer je en je klikt op verwijderen. En het programma is weg als je geluk hebt. Logitech is oké, niet verwijderen van je computer. Dit is een voorbeeld.
Het voorgaande in verband met verwijderen is voor eenvoudige programma's. Goede hackers slash gluurders zullen het u niet zo gemakkelijk maken. Op Google vind je meestal wel een manier om bepaalde programma's te verwijderen. Veel succes! Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, help me de 500 abonnees te bereiken, of meer natuurlijk, deel het filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!